meest... Oh, joh, ik ben helemaal gek geworden. Hey, ik ben Thomas. Ik ben Monica. En dit is de Style 20 van Concentrate. Yes. En in de vorige video heb je kunnen zien dat ik ging vechten tegen Nicky Holsken, de wereldkampioen kickboksen. En daarbij hebben we een goede outfit uitgezocht. Maar... nu zijn we voor een normale sportschool. Want wat is nou de meest stijlvolle sportoutfit? En daarbij gaan we ook op zoek naar het mooiste meisje van de sportschool. Ja, precies. Sport, sport, sport. Allemaal sport. Ja. Ik denk dat ik naar mooie mannen op zoek moet. Ik ga mooiste meisjes zoeken. Ik denk dat ik er niet zo lang voor nodig heb, want ik zie er al een paar. Later. Wordt er wel eens geflirt in de sportschool? Ja. Je ontkomt er eigenlijk niet aan, want er zijn vrij weinig meisjes die echt krachttraining doen. Kijk je vaak naar meiden op de sportschool? Af en toe. Flirt je ook wel eens in de sportschool? Nee, eigenlijk weinig. Ook te weinig. Maar het gebeurt wel eens? Enkele keer. Kijken, knipoogje, zoiets. Knipoogje zelf? Zoiets. Oké, heftig. Belangrijk om er stijlvol uitzien terwijl je aan het sporten bent? Nee, dat maakt me niet zoveel uit. En vind je het belangrijk dat een vrouw er stijlvol uitziet als ze aan het sporten is? Ja, dat wel, ja. Dat dan weer wel? Ja. Beetje oneerlijk. Ja, nou ja, we moeten iets te doen hebben, toch? Je voelt je als meisje wel een beetje bekeken. Ja, ik heb wel eens gehoord dat ik de hele tijd een beetje aangestart werd door iemand. Op wat voor manier dan? Gewoon door te kijken, te lachen en te kletsen. Wat vind je dan het mooiste om te zien bij een vrouw als sportoutfit? Ja, gewoon een strakke broek, gewoon zo'n yoga broek of zo. Een shirtje. Ja, dat jij er een beetje uit. Oké. Okay. Nou, dat is fijn. Jij ziet er heel goed uit. Niet overdreven, maar wel. Gewoon een legging en een leuk hemdje. Als je nou echt de vrouw van je dromen tegenkomt in de sportschool, hoe zou je haar dan toch versieren? Ja, ik zou misschien eerst proberen tips te geven en dan een praatje te maken. En, misschien kan je beter gewicht hier iets bij en daar iets af en dan... Ja, precies, precies. Casanova had je hier hoor. Misschien kan je het gewicht iets lichter doen, want je hebt het niet nodig zo zwaar. Oh, nou bedankt voor het compliment. Alsjeblieft. Oh, Jezus Christus, ik ga dood. Maar vind je het belangrijk om er stijlvol uit te zien in de sportschool? Nee, ik heb 4 vrouwen al. Oh, je hebt al 4 vrouwen? Je hebt wel een petje op, dus je denkt er wel over na. Ja, dan hoef ik niks aan mijn haar te doen, toch? Oh. Okay, heb je wel eens iets gezien dat je dacht van, nou, doe maar niet, qua kleding? Ja, zo'n broek als ik aan heb, maar dan op een man. En toen dacht ik, oh, ja, ik heb dezelfde. Gewoon trainingsbroeken, losse trainingsbroeken, niet te strak. Zo'n ding wat vaker terugkomt. Hele strakke broeken, mannen niet doen in de sportschool. Ik vind meestal een stringer wel mooi als ze zeg maar goed gespierd zijn. En wat? Ken je dat niet, een stringer? Een string? Nee, dat is zeg maar gewoon een shirtje zeg maar met alleen hier zo'n touwtje. Oh, is er een tanktop? Ja. Do you like a tanktop? Oh, no. No tanktops? No. Ja, okay. Dat vind ik altijd wel goed, maar dan moeten ze wel gespierd zijn. Maar niet te veel spieren, je moet wel een beetje wat te raden overblijven. En wat vind je nou echt de meest... Oh. Nou, dan is er nog één ding. We zijn op zoek naar het allermooiste meisje van de sportschool. Oké. Okay. Misschien win je wel. Nou, ik heb net mijn abonnement opgezegd. Oh nee, dan houdt het op. Je bent genomineerd. Jee, mooi. En dat nog wel. Nou, bedankt. Oh, ik ga helemaal kapot. Oh, je helpt me, wat lief. Je gaat niet naar huis, toch? Ja, jawel. Ik ben eindelijk klaar. Ik ga lekker eten thuis. Nou, dan hebben we je nog één ding te vertellen. Okay. Jij bent het allermooiste meisje van de sportschool. Nou, dankjewel. Gefeliciteerd. Ik vind dat ook hier echt een hele mooie meid rond, dus ik vind het vereerd. Ja, dat klopt. Nou, heel erg bedankt. Hey, Mo. Tootje. Ja, ik kan niet meer stoppen met sporten. Rick. Hoe ging het bij jou? Ja, goed. Ik heb leuke mannen gezien. Ja? Ik ben ook nog zelf een beetje gaan sporten, maar best wel veel knappe mannen hier. Hadden ze nog goede tips? Eigenlijk waren ze voornamelijk echt bezig met sporten. Ze waren helemaal niet bezig met flirten hier. Oh, dat ding is echt zwaar. Oh, nou ja, bij mij waren er een beetje weinig vrouwen. Het viel wel tegen, maar ik heb wel een mooie gevonden. Ja, heb je een rest? Ja. Wil je meer inspiratie en stijlvideo's zien? Check dan concentrate.nl. Yes, en ook kun je ons volgen op Snapchat, Facebook, Instagram en Twitter onder concentrate.nl. Ja. Hieronder kun je abonneren op Concentrate en geef een duimpje omhoog. Later! Doei! Sauna, sauna, sauna.